Tiele Leugers, je moest er lang op wachten, maar de kans is nu daar. Je begint tegen PEC Zwolle zaterdag in de basis. Ja, klopt. En dat is even lekker weer. En lang geleden? Ja, de laatste wedstrijd was tegen Heerenveen volgens mij in de basis. Dus een stukje geleden, ja. Het is een kans die je denk ik met beide handen gaat aangrijpen. Ja, dat probeer ik wel te doen. En op mijn manier gaan voetballen en ja, hopen en vasthouden. Was je verrast dat je vandaag op de training, de laatste training voor de wedstrijd, erachter kwam dat jij in de basis zou gaan starten? Ja, zeker als je die laatste twee weken dan kijkt dat ik op tribune zat. Kleine klachtjes en dan vanuit de tribune toch in de basis staat. Ja, dan is het toch weer van hooi. Maar dat is toch wel dat waar ik hiervoor ben gekomen en dat is heel lekker. PEC Zwolle, een belangrijke wedstrijd. Wellicht een 6-punten-wedstrijd. Hoe ga je je rol invullen daar in Zwolle? Ja, mijn rol is gewoon op die manier hoe ik voetbal. En dat is gewoon veel aan de bal komen. Proberen te voetballen. En ja, daarom gaat het gewoon. Wat vind jij van SC Zwolle? PEC Zwolle moet ik zeggen. PEC Zwolle. Nee, ja. Goed, het is een voetballenteam. En kunstgras. Dus het is altijd nog iets anders. Daarom trainen we ook hier. Maar ja, goed. We moeten gewoon tegenaan gaan. En proberen gewoon te voetballen. En zij zijn een goede club. Een voetballend team, hè? Ja, zeker. En die hebben misschien wel beter voetballen dan NAC. Ja, beter. Maar ze proberen gewoon alles om te voetballen. En ja, ze nemen veel risico daarin. En ja, hopen ze daarop te pakken. Waar liggen de kansen voor NAC in de omschakeling? Ja, zeker. Als je kijkt dat ze echt proberen met de centrale verdedigers in te schrijven. En daardoor ruimtes weggeven. Dan is het toch wel met de snelle buitenspelers... Hopen dat het in de omschakeling goed komt.